Marren, officieel, welkom in de Goalsvesten. Dankjewel, het is fantastisch. Je had verhalen erover gehoord, ik heb er zelf gespeeld, maar na 2,5 jaar ben je toch een klein beetje vergeten, maar dit was magisch. Dan begin je op de bank, mag je gaan warmlopen. Het stadion begint te koken. Wat voor gevoel geeft jou dat? Het geeft alleen maar vertrouwen. Ik denk, als je ziet dat de fans zo achter je staan, probeer je alleen maar gewoon terug te geven. En dat kan je alleen maar doen met hard werken en in mijn geval goals maken en belangrijk zijn voor het team. Dus dat was voor mij gewoon geweldig en het gaf me nog meer energie om het goed te doen voor ze. Maar ik kan me ook voorstellen dat het wel een soort kippenvel momentje geeft. Ja, het was ook kippenvel. Ik heb nog nooit echt zo meegemaakt, maar ik ben blij. Hopelijk kunnen we de volgende wedstrijd weer doen en kan ik ze weer wat teruggeven. Dan kom je ook daadwerkelijk in het veld. Nou, was het de eerste balcontact of de eerste van een aantal? Maar in ieder geval, je schiet hem gelijk binnen. Ja, ik hoorde net 68 seconden, dus dat was mooi. Ik had er nog 1 of 2 kunnen maken. Maar ja, uiteindelijk moet ik gewoon blij zijn. Ik ben gewoon blij met de 3 punten en ik heb een goaltje kunnen maken. Kritisch puntje, had je enig idee waar de bal was bij het doelpunt? Hij kwam misschien 4 keer tegen me hakken en aan de 4e keer dacht ik van oh, daar is hij. En ik was hem even kwijt, maar ik vond hem snel genoeg en kon hem rustig binnen zitten. Dan de ereronde nog voor vak P. Hoe is dat voor de eerste keer? Vak P is iets wat ik niet super vaak heb gezien. Hoeveel energie ze in de wedstrijd leggen. Als 12e man bewegen is iets wat ik een tijdje niet heb gezien. En ik kan ze alleen maar credits geven. Het was voor mij een mooi moment om dat moment met hun te kunnen vieren. Dus ja, ik ben ze alleen maar dankbaar. Dit waren dan je eerste minuten op het veld. Hoe waren je eerste dagen hier in Twente? Ik moet zeggen, iedereen is heel aardig hier. Heeft me echt fantastisch verwelkomd. Mensen op de club, mensen in de stad. Dus dat was voor mij, hoe ga ik dat zeggen? Het voelt een beetje, klinkt misschien gek, maar het voelt een beetje als thuiskomen of zo. Dat ik, ik ben nu weer in Nederland en iedereen vindt dat leuk. En daar ben ik iedereen dankbaar voor. En nu natuurlijk op naar meer? Op naar meer, volgende week Excelsior. Dus weer voor 3 punten gaan. Thanks man.